Rotterdam is een kale vlakte. De bombardementen van de Tweede Wereldoorlog hebben de stad grotendeels verwoest achtergelaten. Ze moet vanaf haar grondvesten opnieuw worden opgebouwd. Lotte Stambeese treedt aan bij de dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw. Haar eerste opdracht is het ontwerp van de wijk Kleinpolder. Een wijk speciaal voor wonen buiten het centrum. Rotterdam moet een open, heldere stad worden. Lotte Stambeese tekent de wijk volgens de nieuwe idealen en laat zich leiden door de zon.
Er is een groot gebrek aan bouwmaterialen en arbeiders zijn schaars. Uit het verzamelde puin van de oude stad wordt nieuw beton gegoten. De uitvinding van de systeembouw maakt het mogelijk om kant-en-klare betonnen onderdelen razendsnel op te bouwen tot strakke woonblokken. Een journalist van het Vrije Volk schrijft: Kleinpolder wordt op het land neergelaten als een coulissenstuk. Blokken als tempels, gewijd aan de mechanisatie van ons leven. De langgerekte woonblokken zijn nog altijd wit, hoewel veel van de originele architectonische details schuilgaan achter een dikke laag pleisterwerk. Er is veel veranderd in de wijk. De flats worden al lang niet meer bewoond door de arbeiders van het nabijgelegen industrieterrein. Hier en daar zijn de collectieve tuinen afgeschermd van het publieke groen. De verbindende groenstroken passen niet bij het huidige ideaal van een eigen stukje tuin.